De eerste Amstel Gold Race voor vrouwen was in 2001. En dit is het jaar dat de wielergeneraties elkaar kruisen. Ik ben Lieke Nooyen. Ik ben Pien, geboren in 2001. En ik rijd dit jaar voor de eerste keer de Amstel Gold Race. Deze Leontien van Moorsel was de grote inspirator van de eerste damesklassieker. Toen, in 2001, nog gewonnen door Debbie Mansveld. De meiden van nu weten dat ze op sterke schouders staan. Toen het is begonnen natuurlijk, Leontien van Moorsel wat daarmee deed. En hoe later Vos en zo, wie zich dat allemaal ontwikkelt, dat is natuurlijk heel chic. Dat die eigenlijk het paard voor ons vrij maken om dat Veer nu net zo goed de Amstel Gold Race kunnen rijden. Ik kan hier in Limburg kan ik zeker goed uit de voeten. Komt al veel op de kracht neer en dat ligt mij wel. De Amstel Gold Race voor vrouwen bestond slechts 3 jaar. De dameskoers sneuvelde in 2003 toen de dames en heren elkaar dreigden tegen te komen. Ja, het is natuurlijk een postzegel Limburg en je laat allebei die koers. En op een gegeven moment krijg ik een telefoontje van Emiel Frambach in de auto van joh Leo, het gaat gewoon niet goed. De dames rijden langzaam en de mannen rijden snel. Die komen elkaar straks tegen in de Sibbergrubbe. In alle Amstel Gold Race in 25 jaar mijn slechtste uurtje geweest. Mag het? Dat mag jongens. Maar de status van de vrouwenwedstrijd is gegroeid en het prestige niet meer te vergelijken met 2 decennia eerder. Het schrappen van de dameswedstrijd zou nu, zelfs in deze coronatijd, ondenkbaar zijn. Nee, bijna niet. Niet meer. Nee, ik kan me bijna niet meer voorstellen. Nee. Bijna elke grote wedstrijd heeft ook wel een dameskoers erbij. Ja, daarvan was de Amstel Gold Race toen een voorloper. Alleen hebben ze dat toen noodgedwongen ook moeten onderbreken. Maar ja, ik denk ook niet meer dat de organisatie het tegenwoordig zou kunnen maken om te stoppen met de vrouwenwedstrijd, want dat zou niet meer geaccepteerd worden. 20 jaar na de eerste Amstel Gold Race voor vrouwen rijden deze 20-jarige meiden op 18 april dus hun eerste Nederlandse klassieker. Om te finishen hier in Bergen ter Blijt. Mooi om te zien en Chris had toch wel gedacht dat ze hier toch wel met een mooie resultaat in de strip was komen natuurlijk.